Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Recreatiepark De Lijstert in Roggel. We zijn al heel sportief bezig, want Kerngezond staat voor gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Het moet leuk zijn. Ik heb grote hulp aan deze kleine jongen. En we hebben natuurlijk de inspiratie van de topsporters. Vandaag een tophandballer te gast bij mij, Sonny de Jonge van Targos Bevo. Maar zoals jullie gewend zijn, eerst het kerngezond nieuws. Voor basisschool De Leerlingst uit Halen is het de eerste keer dat ze meedoet aan het kerngezond project. De aftrap vond plaats door wethouder Richard Verheul en topwielrenster Sabrina Stultjens uit Meijel. Na een warming-up was het tijd voor een lekker en kerngezond ontbijtje en mochten de kinderen knutselen aan een speciale kerngezond poster. In Kessel vond een groente- en fruitdag plaats bij groenteboer Jacobs. Hier moesten de kinderen verschillende leuke opdrachten doen. Zo probeerden ze de boom, plant of beginnende vrucht te herkennen en deden ze een renje-rotquiz met vragen over groente en fruit. En ook mocht de jeugd zelf pastinaken snijden tot kleine frietjes en pompoensoep proeven. En ook vandaag weer drie kerngezonde foto's die door jullie zelf zijn ingezonden. Te beginnen met Tycho Weerts uit Halen, die zelfs een hele collage maakte met kerngezonde foto's. Quirin Jansen uit Bezel stuurde deze foto in, helemaal in judokleding en met een gezonde banaan. En Ella Fleuren uit Zevenum maakte deze kerngezonde fruitshake. Heerlijk en natuurlijk ook kerngezond. Heb jij ook een foto die gezonde voeding, gezond bewegen of gezond gedrag uitbeeldt? Stuur hem dan naar info@wijzijnkerngezond.nl. En wie weet tonen wij hem hier in de uitzending. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Hallo allemaal, ik ben Sonny de Jonge. Ik ben 23 jaar oud. Ik handbal bij Targos Bevo in Panningen. En ik kom uit Emmen. Vroeger was ik voetballer en mijn droom was ook in het Nederlands elftal spelen. Maar ik had al snel door dat dat er niet van kwam, dus toen ben ik maar op handbal gegaan. Ik ben door Targos Bevo naar Panningen gehaald eigenlijk. Dat betekent dat je profhandballer bent? Ja, profhandballer in de zin van op het hoogste niveau in Nederland. Heel veel trainen, maar ik kan er niet echt van leven. Dus ik moet er wel bij doen. En wat doe je erbij? Ik ben fysiotherapeut. Dus ik heb net mijn studie afgerond en ben nu lekker aan het werk. Ja, ik moet veel trainen. Ik moet er veel voor laten. De week begint altijd met een krachttraining. Heel vroeg in de ochtend. 'S Avonds moet ik dan zaal trainen. Tussendoor moet je goed eten om energie te houden en om fit te blijven. Redelijk op tijd naar bed. En dan weer vroeg opstaan om te trainen of om te werken. Hoe vaak train je in de week? 7 keer. Je let op je voeding en drinken, zeg je. Hoe ziet dat eruit? Wat eet en drink jij? Nou, ik eet eigenlijk gewoon alles wat je normaal eet. Alleen ik let op dat ik niet te veel suiker eet. Dus niet te veel snoepjes, niet te vette dingen. Dus af en toe een frietje kan wel. Maar ik moet er echt wel mee oppassen. Ja. Ik moet er wel gezond eten. Groenten, fruit. Ja. En drink je? Ja, ik drink meestal water. Water, dat is het lekkerste. En het gezondste. En de zoete drankjes, ja, die moet ik eigenlijk laten staan. Dat is echt ongezond. Waar droom je nu nog van als handballer? Nederlands kampioen worden staat zeker op mijn lijstje. Ja, sowieso alle prijzen pakken in Nederland. En misschien wellicht nog een transfer naar het buitenland. Stiekem hoop je nog op Duitsland, Spanje? Waar gaat jouw voorkeur? Het maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Spanje is lekker weer. Ja. Kun je lekker leven. Duitsland is het niveau erg hoog. Handbal Walhalla, Duitsland. Handbal Walhalla, zeker. Maar Scandinavië bijvoorbeeld. Zweden, Denemarken, Noorwegen. Dat is ook leuk, hè? Heel veel kinderen die willen ook topsporter worden. Heb jij een tip voor die kinderen? Doe wat je het leukste vindt. En geef alles ervoor. Zolang je plezier hebt, zolang het leuk blijft, gewoon lekker veel trainen, lekker veel doen, dan word je vanzelf top. Hele andere vraag, wat was jouw leukste vak op de basisschool? Topografie. Topografie? Ik was altijd goed in topografie. En dan moeten we heel even testen, wat is de hoofdstad van Noorwegen? Oslo. Dat is een inkopper, hè? Ook, ja, dat weet ik niet. Ja, en nou de hoofdstad van Slowakije? Dat is...
Even kijken, Slowakije is dat... Bratislava. Tellen we helemaal goed. Dat zit wel inderdaad goed met die topografie. En ook deze week weer een prijsvraag. Namelijk, wat was op school het lievelingsvak van Sonny? Was dat A. rekenen, B. geschiedenis of C. aardrijkskunde? Stuur je antwoord naar info@wijzijnkerngezond.nl en vermeld daarbij duidelijk je naam, leeftijd en woonplaats. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en die wint een ticket voor de Kerngezond finale dag aan het einde van dit schooljaar. En de winnaar van de prijsvraag van 2 weken geleden die staat nu in beeld. Van harte gefeliciteerd. Sonny de Jong, ooit in Drenthe al op zo'n skeltertje gezeten? Nee, wij hebben dat niet in Drenthe. Nou, wij hebben dat wel hoor. Ik heb vroeger wel een skelter gehad. Maar dat is al echt, nou ik denk al 15 jaar geleden. Ik heb het nog niemand verteld tot nu toe, maar hier heb ik op deze baan heb ik vroeger als kind geoefend. Dus jij hebt voorsprong eigenlijk. Jij hebt ervaring. Ik ben 20 jaar ouder. Wat zeg ik? 25 jaar ouder dan jou. Wat zeg je? Wat is dit nou? Ja, nou ja. We zullen het zien zo meteen. Ja, lijkt me spannend. Ik heb er zin in. Ja, ik ook wel. Succes, maar niet te veel. Met 1 hand in de lucht en 2 vingers in de neus wint Sonny de Jonge. Maar als hij nou op het einde even wat harder had doorgetrapt, dan was die recordtijd wellicht haalbaar geweest. Nu doet hij de laatste meters wat rustiger aan en dat zorgt ervoor dat hij de 3e plaats verovert in het tussenklassement met een tijd van 53 seconden en 28 honderdste. Volgende week zien we of die top 3 met daarin dus 2 handballers overeind blijft. De uitzending is precies lang genoeg om aan de overkant te komen. Het einde van Kerngezond TV vandaag is genaderd. Ik bedank jullie voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Denk aan de prijsvraag, te insturen van de antwoorden. En we gaan er natuurlijk weer uit met mijn vriend Sonny de Jonge. Kerngezond is plezier in bewegen. Kerngezond TV is powered by EVT.